Ja, we mogen eind juli naar de European University Games in Polen. Dat is een soort van mini Olympische Spelen is mee te vergelijken. Dus een sportevenement met allemaal verschillende sporten. En dat duurt 5 dagen. En het is puur en alleen voor studenten. Ja, dus daar gaan jullie naartoe. Hebben jullie voor geplaatst samen met je broertje? Want hij is nog jonger, 19. Ja. Ja, hoe geweldig is dat jullie met z'n beiden dit kunnen gaan doen? Super tof. Misschien dat ik dat wel het leukste vind. Want het is natuurlijk hartstikke leuk om naar Polen te gaan. Maar het feit dat je het samen met je broertje mag doen en dan ook je vader die je coach is. Het is gewoon super gaaf om dat met de familie te mogen doen. Nu zijn jullie kampioen bij de studenten. Maar als je nou echt naar het Nederlands kampioenschap bijvoorbeeld kijkt, hoe zouden jullie je daar dan in kunnen plaatsen? Nou ja, we hebben in oktober was dat volgens mij, hebben we allebei meegedaan het Nederlands kampioenschap. Ik deed daar nog in een hogere gewichtsklasse mee. Want, nou, coronakilo's. En ben daar 7e geworden in de klasse tot 90 kilo. En nu dus in de min 81 meegedaan aan het studentenkampioenschap. En mijn broertje die was een van de jongsten in zijn gewicht. Want het is echt een Nederlands kampioenschap voor senioren. En die heeft zich wel weten plaatsen voor het Nederlands kampioenschap. Dus die hoorde wel bij de beste 12 van Nederland. Maar die heeft daar geen partijtje weten te winnen. Maar hij heeft wel degene verslagen waar hij op het Nederlands kampioenschap van verloor. Die heeft hij vorig weekend verslagen. Dus er zit zeker groei in. Judo is dus belangrijk binnen de familie van Maurik, maar wie is er beter? Thomas of Ruben? Nou, zeg het maar, Ruben. Ik heb nog nooit van hem gewonnen, dus tot nu toe Thomas nog. Maar ik ga mijn best doen om hem binnenkort te gooien. Ja, gaat dat gebeuren? Als ik door blijf trainen, dan denk ik dat wel. Is het een strijdje tussen jullie in de familie? Nee, op zich niet, want hij is hogere gewichtsklasse en een paar jaar ouder, maar het is wel altijd leuk om tegen elkaar te judoën.